Ik vind het echt geweldig, want ik wil nu eigenlijk gewoon weer macaroni met kaas maken. Maar dat is niks voor in de ochtend. Yo mensen van Cutie Gaming, mijn naam is Jesse en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van The Sims 4. En ja, wij gaan gewoon weer verder met ja, de story. Let's go! Ja jongens, we zijn gewoon weer terug in huizen Plopkoek. En ik heb dus eventjes laatste reacties zitten kijken. En als het goed is, kunnen wij gaan trouwen ofzo. Of dat die vrouw bij ons intrekt. Ik weet niet waar die vrouw nu is. Oh, ze is gewoon weg volgens mij. Ja, Helene is dus weg. En hij moet dus eerst eventjes nu naar het werk toe. Oh, we hebben geld. We hebben gewoon 623 euro's verdiend. En ja, we gaan gewoon eventjes Helene uitnodigen. Uitnodigen om te chillen. Nou, dan gaan we die eventjes uitnodigen. Kijken of die er ook weer... Jazeker. Helene Smit komt zo langs. Dat is mooi. Kijk, daar is ze al. En als we hem nu even op pauze zetten. En eventjes kijken. Kunnen wij, als het goed is... Hey. Ja, hier. En we gaan de bruiloft denk ik eerst maar even plannen. Ja, dit is mooi. 1000 euro's. Lekker dan. Dat doen we gewoon. Kunnen een gast uitnodigen. Wie zullen we... Wie zijn deze mensen? Ik ken ze niet. Johnny 6. Wie de fuck is dat? Ik invite gewoon Don en Elisa. Pancakes. Ik weet niet wie het is, maar het zal wel. Vivian Lewis. Ja hoor, die komt ook gezellig erbij. Volgende. En waar gaan we het doen? We gaan het gewoon in het park doen. Daar staan ze dan. Kijk hem in dat gekke pakje staan dan. Voornaamste doel, trouwen. Nou, we gaan trouwen met Helene. Ah, oh, kijk dit dan. Ze doen het ook gewoon hier, hè. Het is ons gewoon gelukt. Hé, hey, wat doet zij hier nou? Jij mag hier niet wezen. Wie ben jij? Ga maar weg. Loop er een en lang. Hoe lang gaat dit eigenlijk überhaupt nog door? De ring gaat nu om. Oh, maar waar gaan we überhaupt eten? Want volgens mij is er... Oh, kijk eens aan. We gaan gewoon hier gewoon staand eten. Nou. Oh, die is daar bezig. Oh, oké. Okay. Ik zie al hoe dat zit. Nou, jongens. Dit is toch romantisch. Eerste punt pakken. Maar even serieus. Het is allemaal wel lachen. Maar waar is die hele taart? Waar is die hele fucking taart? Want die heb ik niet gezien. Hey. Nee, dit wil ik niet. Ga maar weg. Goed zo. We moeten eventjes kijken, want ik wil gewoon naar huis nu. Hoe de fuck kom ik naar huis? Dit is perfect. Ik kan haar nu besturen. Dit is gewoon geweldig. Als eerste ga jij eventjes je omkleden. Gewoon alledaags even aantrekken, want dit slaat helemaal nergens op. Goed zo. Even kijken. Waar is onze meneer Plopkoek? Magnolia... Oh, jongens. Gekke man. Je moet dus even je alledaags aantrekken. Lekker dan. Oké, die zijn weer bij elkaar. En ik heb ook gelezen in de reacties dat je een zwangerschaptest kan doen. Maar ik weet niet echt waar je dat kan doen. Oké, dan. Ik heb het even opgezocht hoe dat allemaal werkt. En als het goed is, moet je gewoon hierop klikken. En dan een zwangerschaptest doen. Ja hoor. Ik vind wel dat ze dat gaat, ja, dat ze dat moet doen, want we hebben pas geleden nog wat gedaan in bed. Dus ja, dat gaan we eventjes testen. Dit huishouden wordt met een nieuw leventje aangevuld. Oké, dan. Dus er komt een baby. Ik denk dat die man ook helemaal blij is. Laten ze maar eventjes naar bed gaan, want ik vind dit wel een beetje vervelend. We moeten maar gewoon even gaan slapen. Oké, ik moet snel eventjes gaan kijken, want zij heeft verschillende dingen nodig. Een ochtendmisselijkheid door zwangerschap. Helene werd zo ziek als een hond wakker. Net alsof iemand met haar ingewanden aan het spelen was. De koelkast. Wat gaan we maken vandaag? Koken. Ik vind het echt geweldig. Want ik wil nu eigenlijk gewoon weer macaroni met kaas maken. Maar dat is niks voor in de ochtend. Dus we gaan een gezinsportie maken. Waar de fuck is die man? Oh, hij slaapt gewoon nog. Die man die ligt gewoon nog lekker in zijn bedje. Wacht even. Ga maar eens eventjes wakker worden. Mooi. De fuck doet die man? Hij moet naar de wc, dat doet hij gewoon uit zichzelf of zo. Zij is gewoon lekker aan het eten. En zij voelt zich heel erg flirterig. Oké. Nou, dan gaan we eventjes wat leuks doen. We gaan gewoon een compliment geven over de uiterlijk, want ik denk dat ze dat wel leuk vindt. The fuck is die maar... Oh, hij gaat gewoon lekker douchen. Oké, dan gaan we nu naar beneden, denk ik. Dan kan hij ook gewoon gelijk even eten, want volgens mij... Oké, hij heeft best veel honger, maar ook vrij weinig plezier, dus... Ik denk dat ik die man eventjes achter zijn computertje ga neerzetten. Het is ook gewoon 5:30, hè. Ze worden gewoon om 5:30 wakker. Ik weet niet hoe fucking idioot die mensen zijn. Maar ja, weet je, dat kan gewoon. Die vrouw die wordt steeds flirterig, jongens. Dit gaat niet goed komen. Ze heeft dus nog steeds die ochtendmisselijkheid. Maar ja, dat gaat nog wel even duren, want het is 6 uur fucking 's ochtends. Ik weet nog steeds niet wat hun bezielt. Maar goed, even kijken.
Die man die gaat ook even eten. Een portie pakken. En dan gaan we zometeen eventjes douchen. Of wacht. Dat heeft hij net gedaan. Oké, het zal wel. Ik heb hem net laten douchen, maar het zal allemaal wel. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Ze liepen door elkaar heen. Ik snap nog steeds niet. Kijk dat hoofd. Ik vind het zo mooi, hè. Dat hoofd gewoon van hem. Die fucking baard van hem. Kijk die bakkenbaard. Oh, dit is toch geweldig, jongens. Ik vind het echt geweldig. En hij is heel speels, nog steeds. Hij eet lekker zijn tosti op. En hij loopt gewoon lekker met zijn tosti eigenlijk, maar oké. Maar goed, oké. Zij gaat lekker spelen. Maar als eerst wil het eventjes op pauze zetten. En dan wil ik eventjes de inrichting gaan aanpassen. Maar ik weet niet hoe ik dat ga doen, want ik ben echt verschrikkelijk slecht in dingen aanpassen. Dat is gewoon niet normaal. Ja. Maar ja, ik zal het een beetje gaan proberen. Ja, ik ga dat gewoon eventjes doen. Nou, ik heb dus eventjes gekeken en ik heb dus, het een beetje veranderd. Het is een beetje rooier geworden. En het is eigenlijk best wel lelijk, vind ik allemaal. Maar ja, het maakt niet uit. Het is in een moderne stijl of zo. Ja, volgens mij is dit gewoon tering lelijk. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan gewoon weer verder met het Sims leven. Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is wel, het is niet mooi, maar het is ook niet lelijk eigenlijk. Ik heb hier zo'n ding neergepleurd. Zodat de tv niet onder zo'n smerige open haard staat. En dat, ja, dus dan staat het onder een kassie. Dus dat is mooi. Oh ja, ze hadden twee badkamers. Dat vind ik echt gaaf. Eentje voor haar en eentje voor hem. Dat is gewoon, dat is toch geweldig? Outfit wijzigen en dan gaan we naar alledaags. Hoppakaas. Wat heeft zij allemaal nodig? Ze moet naar de wc. Maar de wc moet eerst schoongemaakt worden. Dat gaan we maar eventjes doen. Hoppakee, ik denk dat het ook niet echt handig is dat zij de wc gaat schoonmaken in plaats van Hendrik. Want zij is zwanger en dan gaat het al, ja, weet je, fuck it. Laat hem maar lekker de wc schoonmaken. Maar goed, volgens mij moet Hendrik zometeen ook naar het werk. Maar dat weet ik nog niet zeker. Wat is dit? Hij moet zijn handen wassen. Wat is hij allemaal aan het doen? Wat heb je nou in je klauwen? Drinken. Oké. Ja, natuurlijk. Gaat hij weer naar boven. Godverdomme, man. Wat jij eerst gaat doen, is eventjes douchen. Ga maar even douchen. Pleur dat naar daar eventjes heen. Ja, mooi. Ga maar even douchen. Ja, la 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 la. Helemaal mooi. Lekker douchen. En ik wil dat... ik wil eigenlijk best wel dat Helene gezellig in het zwembad gaat. We gaan eventjes gewoon lekker in het zwembad. Kijken of dat überhaupt werkt. Want we hebben dat nog niet in. We hebben dat nog niet gedaan in een aflevering. Dus dat gaan we gewoon even lekker doen. Oh jongens, daar gaat ze. What the fuck heeft zij aan? Jongens, what the fuck. Oké, okay, het zwemmen werkt. Dus dat is mooi. Ga maar lekker zwemmen blijven. Gaan we eventjes kijken. Wat? Oh, we hebben hier zelfs nog ruimte om dingen te maken. Maar waar komt dat vandaan, die ruimte? Hier is er een soort van trapachtig iets. Maar we kunnen... Ik vind dit wel even een leuk idee voor de volgende aflevering. Dat we gewoon de volgende aflevering iets leuks hier gaan bouwen. Maar ik... Ja, het probleem is dus... Ik weet niet wat. Dus laat eventjes in de reacties achter... wat jij wil zien hiero. Want ik weet niet wat ik hier moet bouwen. En ik zag net dat Hendrik gaat werken. En zij zit nog steeds in dat smerige badpakkie van haar. Doe maar even je andere kleding aan. Stoppen. Kleding aan. Stop daar eens even mee. Hallo. Koekoek. We gaan eens even kleding veranderen. In ieder geval weten we dat het zwembad werkt. Volgens mij is Helene echt gewoon schrikkelijk verliefd op die gekke Hendrik Plopkoek. Weet je wat? Fuck it. Omdat jullie het zijn, ik ga gewoon eventjes lekker dit kamertje ook even veranderen. Nou, dit is dus de before. Ja, jongens. En dit is de after. Want ik heb hem helemaal opgeknapt. Tenminste, het is nog niet helemaal mooi. Want ja, deze gordijnen en deze... Ja, ik vind het nog niet helemaal geweldig. Maar het is tenminste wat. We hebben het een beetje veranderd. En er staat hier ook nog steeds zo'n schot. Ik weet niet wat er... Ja, waarom dat er staat, maar... Het staat er gewoon, dus ja, dat is ook weer mooi. Ik vind de slaapkamers vind ik best wel mooi al. Dat hoeft niet echt veranderd te worden of zo. Dat, ja, het is wel wat. Maar we hebben hier ook nog steeds verschrikkelijk grote dingen. Want we hebben hier een kamer, we hebben hier een kamer... We hebben hier een klein kamertje met een computer.
En we hebben hier ook nog een hele grote kamer. Dus ja, het stikt gewoon van de kamers in dit huis. Dus het is gewoon ook een verschrikkelijk groot huis. En wat krijg ik nu weer? Een bugmelding. Hendrik heeft een stuk software onder ogen gekregen vol bugs. Hij kan er flink voor gaan zitten en al deze bugs zelf rapporteren. Of zijn ijverige collega ervan overtuigen om deze taak op zich te nemen. De bugs melden. Even kijken, want hij is nog steeds op het werk. En zij zit hier gewoon maar een beetje dingetjes te doen. Wat heeft zij op het moment nodig? Volgens mij helemaal niks. Dus wat ik ga doen, ik ga eventjes de tijd doorspoelen. We kunnen ook het werk vroegtijdig verlaten. Maar ik weet niet of ze daar blij mee gaan zijn. Ja, we gaan gewoon vroegtijdig. Ja, we hebben €175 verdiend. En het is 2:30 'smiddags. Dus ik denk dat we wat leuks gaan doen. Park zijn we geweest. We zijn al in de nachtclub geweest. Maar we zijn nog niet in de sportschool geweest. Dus daar gaan wij gewoon even lekker naartoe. We gaan gewoon lekker naar de sportschool. Kijk eens aan dan, jong. De gekke sportschool. Holy shit, het is best wel groot hoor hier. Je hebt zelfs een bar hier, oh. Vol met fruit ook. Oh, dit is toch mooi, jongens. Even kijken. Hier zitten weer. Oh, ze kunnen ook niet eventjes een seconde van elkaar afblijven. We gaan gewoon even sporten. Samen trainen. Kijk, ze gaan dan. Volgens mij is het niet echt handig om te gaan sporten terwijl je zwanger bent. Maar ja, weet je, het zou kunnen. Ik kom er ook nu pas achter dat wij gewoon vrij hebben genomen van werk. En dat we gewoon gaan sporten. Hé, hey man, zitten ze weer te flirten. Flirterig. What the fuck gebeurt hier allemaal? Het is ook heel erg druk nu ineens. Even kijken, hier is het heel rustig. Maar beneden zijn, ja, omdat beneden natuurlijk het sporten is. Even kijken, die man moet naar de wc, dus dat gaan we eerst maar even doen. Waar is de wc? We gaan gewoon even naar de wc gebruiken. En wat doet zij? Zij moet nodig. Zij moet ook heel erg nodig. Dus wat we gaan doen, is zij gaat hier zitten. Hoppakee. Ja joh, zij gaat maar gewoon lekker douchen daar, oh. Maakt niet uit. Ja, dat roze dingetje is bijna vol, dus ja. Ik weet niet wat er dan überhaupt gaat gebeuren. Beide sims tegelijkertijd flirterig laten zijn. Oké, ik denk dat we maar naar huis moeten gaan, want zo gingen we naar huis. Voortijdig beëindigen. Ja, dat gaan we doen. Oké, afspraakje mislukt. Maakt niet uit, maar we zijn wel even in de sportschool geweest. We gaan gewoon weer naar huis. Kom op, reizen. Oké, even kijken. Ze zijn ranzig. Ze zijn moe. En ze hebben honger. We gaan als eerste eventjes naar boven om te douchen. Wat ze toen ook al hadden gedaan, maar even kijken, in bad spelen, laten we dat maar gewoon samen doen. Oké, stoppen. Ze hebben honger en ze zijn uitgeput. Er moeten echt even, er staat een rood simmetje boven. Jongens, dit gaat niet goed, alles gaat fout, jongens. Oh, laten we eerst maar naar bed gaan en morgen gaan eten, want Oké, het is alweer 4:00 en zij moet alweer naar de wc. Godverdomme. Oké, dit gaat heel ongemakkelijk, dit gaat niet goed, jongens. Je moet nodig, je hebt spierpijn, ja oké, dat snap ik. Wat we eerst gaan doen is dit weghalen, want dit is smerig. Oh ja, ik heb ook gezien dat je dat naar de prullenbak kan slepen of zo. Aha! Ja, dus dat heeft iemand dus gezegd in de reacties. Bedankt voor diegene. Ik weet niet wie het was. Maar ik heb dus gelezen dat als je een portie pakt en je sleept het naar de prullenbak, dat je dat gewoon kan weggooien. Maar wat we nu gaan doen is, we gaan eventjes iets lekkers koken. We doen gewoon eieren op toast. We doen gewoon een gezinsmaaltijd. En dat gaan we even mooi doen. Een niveau omhoog. Alleen heeft niveau 3 van vaardigheid koken. Dat jij ook even moet wakker worden, meneer Plopkoek. Dat is allemaal wel fijn. Maar ga jij ook maar eventjes eten. Zij gaat even lekker de vuilnis buiten zetten. Ja, dat zou ik ook doen. Oh, ze hebben daar een prullenbak. Dat wist ik niet eens. Dat wist ik niet eens. Jongens, oh, wat een. Oké, die kunnen we dus in de prullenbak slepen en die ook. Wat best wel zonde is hoor, jongens. We kunnen gewoon geen 2 porties maken. Dat vind ik erg jammer. Oké, de blaas van meneer Plopkoek moet wel eventjes geleegd worden. Dus dan gaan we even naar boven. Even op dat wc'tje zitten. Games nodig. Oké, dat kan je denk ik wel fixen. Een game spelen. Sims voor altijd spelen. Doe dat maar eens even lekker. Ah, oh, daar zaten gewoon smerige hamburgers op. Gadverdamme. Wie heeft dat dan weer gedaan? Maar ja, wat wij dus gaan doen is, we gaan dit dus helemaal customizen. We gaan dus hier wat neerzetten.
Maar ik weet dus nog niet wat. En dat vind ik dus wel een mooi ding voor de volgende aflevering. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een like, reageer en abonneer op Cutie Gaming als jij de Sims leuk vindt. En ja, dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Later!